Dames en heren, jongens en meisjes, lieve kijkbuis, vrienden en vriendinnetjes. Een oprecht goedemiddag en hartelijk welkom bij het programma met de loopjes. En dan denkt u, het programma met de loopjes? Ja, ik als presentator ga denk ik een halve marathon lopen vandaag. Van de linkerkant naar de studio, naar de rechterkant. U kijkt naar link, voor mij de eerste keer. En de eerste keer doet altijd pijn, dus ik hoop dat het goed gaat komen. We zien wel waar het schip gaat stranden, dames en heren. Link 1, u weet misschien een klein beetje van vorige week wat de bedoeling is. Ik zal het even kort uitleggen. We spelen drie gewone spelletjes. Daarop zoek, ben ik natuurlijk op zoek naar een antwoord. En met die drie antwoorden van die desbetreffende drie spellen zoeken wij de link in het vierde spel. U kunt thuis precies zien hoeveel plek er nog over is om mij te gaan bellen. Dus ik zou zeggen, kind kan de was doen. Maandag 5 maart, ik heb de zin in. Ik ga naar mijn eerste link. We hebben de aftrap gedaan. En we gaan een strafschop nemen. Kijken wie hem gaat benutten. Link 1, kijk mee. Goed, ik zeg koek koek en we halen de opgave erbij. Jongens, laat die opgave maar komen. En dan zie ik daar een vraag staan. U moet nog niet kijken naar datgene achter mij. Het gaat echt alleen om dit. Dit hier naast mij. Deze bolle Jan zingt er vrolijk op los. Dat moet je even weten natuurlijk. Moet je even weten. Deze bolle Jan zingt er vrolijk op los. En ik ga gewoon een hint geven. Kan mij het schelen. Ik ga gewoon een hint geven, dames en heren. Ik zeg u, ik ben op zoek naar de achternaam van iemand die een beetje te maken heeft met dat begrip bolle Jan. Ja, ben op zoek naar een achternaam van iemand die iets te maken heeft met dat begrip bolle Jan wat daar staat. Deze bolle Jan zingt er vrolijk op los. U kunt keuzes maken. In het leven kunt u keuzes maken. En ook hier bij Link kunt u een keuze maken uit antwoord 1. Mogelijkheid nummer 1. Mogelijkheid nummer 2. Of mogelijkheid nummer 3. U moet even puzzelen om even te kijken waar datgene, het antwoord waarvan u denkt dat het juiste antwoord is, waar die past. Past die op categorie 1, categorie 2 of categorie 3? Ga even puzzelen. Deze bolle Jan zingt er vrolijk op los. Ik ga eens even kijken hoeveel lijnen ik nog beschikbaar heb. Loopt u even met mij mee. Dames en heren, we pakken even de boxen pakken we er even bij. U ziet hier een aantal balletjes, nog niet gekleurd. Het eerste balletje is druk bezig om bezet te gaan raken. Dit zijn 10 plekken die u thuis kan bemachtigen door middel van mijn telefoonlijn. Het is een ongelooflijk snelle lijn. U weet het, als Smits hier op de beeldbuis is, hebben wij snelle lijnen. Naarmate die knippert en doet en gaat, hebben wij nog niemand geselecteerd. Dus kunt u bellen voor die overgebleven vrije plek. In dit geval hebben we er 10. Hij gaat steeds sneller. Dat betekent dat we wellicht een hotline hebben, 0909-8870. 0909-8870. Dus weet u de antwoord op de vraag welke bolle Jan zingt er vrolijk op los en weet u ook waar dat geplaatst moet gaan worden natuurlijk daaronder, dan belt u mij op 0909-8870. De eerste die verwelkomen wij. Goedemiddag mevrouw of meneer, ik weet niet wie jij bent of wie u bent, maar in ieder geval welkom, wellicht spreek ik u zo meteen. 9 plekken nog vrij. 0909-8870. Ik hoop dat u thuis begrijpt wat hiervan de bedoeling is. U kunt direct zien thuis, interactiever als dit kan het nooit gemaakt worden, want u ziet wat er met mijn telefoonlijn gebeurt. Loopt die vol of niet? 9 plekken nog vrij, deze is bezig. Kom dit maar bij me ophalen, we hebben natuurlijk wel een prijs. 10.000 keiharde Nederlands speaker, hoe kunnen we hem vergeten? Het is boordevol informatie dit programma, de link. Dus zorg ervoor dat je erbij bent voor 10.000 keiharde Nederlandse speaker. 0909-8870. Hij loopt. De 9e plek gaat wellicht weggegeven worden. Dan heb ik er nog maar 8 over. Het waren er eerst 10. Min 1 is 9 en dan worden er nog 8. Dit is niet een programma waar je even lekker rustig onderuit kan gaan zitten. Je wordt continu bezig gehouden met vragen. En je wordt continu geattendeerd op het feit dat er nog maar 9 plekjes vrij zijn. Wie gaat zich selecteren thuis? Wie durft het aan en wie weet het antwoord op de vraag welke bolle Jan zingt er vrolijk op los? Dat is de vraag. 8 plekjes nog. Ik vind dit zo mooi. U kunt precies zien wat hier gebeurt. 0909-8870. De balletjes lagen, die raken vol. Zorg ervoor dat je een van de 10 plekjes bemachtigt. 2 heb ik er al vergeven. 0909-8870. We gaan even naar de opgave. Kijk mee. Ik zei het al, ik loop wat af vandaag. Ik voel me net, hoe heet die, Tenkate, die marathon al. Het is echt, ik ga ook zo'n bril kopen. Deze bolle Jan zingt er vrolijk op los. Ik zal het even rustig uitleggen, dit spel, wat er van precies de bedoeling is. Er is 1 antwoord mogelijk. En eigenlijk is dit een beetje flauw omschreven, want degene die ik zoek heet niet echt bolle Jan, maar heeft wel iets met die term bolle Jan. En ik ben op zoek naar de achternaam. De achternaam van een bepaald persoon die hier dus in past. Past die op plekje nummer 1? Oftewel, eindigt zijn achternaam op de O van Otto? Dat kan. Is het plekje nummer 2? Hebben we de R van Rudolf, daar met zijn achternaam?
Of is het plekje nummer 3 dat hij daar de D van Dirk in zijn achternaam huisvest? Deze Bolle Jan zingt er vrolijk op los. Over wie heb ik het? Een achternaam van een bekende Nederlandse zanger.